Welkom iedereen op deze bijzondere dag in het prachtige Parc des Princes in de Franse hoofdstad Parijs. Het commentaar bij deze wedstrijd wordt geleverd door Jeroen Grutter en ondergetekende Sierte Vos. En waar we vandaag naar gaan kijken, dat is de heenwedstrijd in de halve finale van dit toernooi. Het is Paris Saint-Germain dat het opneemt tegen Bayern München. Ja, deze ploegen zijn ver gekomen. Tot de halve finale maar liefst. Maar nu is de vraag, durven ze vandaag te voetballen? In de wetenschap dat een nederlaag de zaken flink zou bemoeilijken straks in de return. Of gaan ze de boel achterin toch voornamelijk dicht houden? We gaan het zo dadelijk zien. Musiala. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Jeroen, wat verwacht je van deze speler te zien? Dat is toch iemand die het verschil kan maken? Hij schiet voortdurend met scherpe. Hij heeft al zoveel doelpunten gemaakt dit seizoen. Niet normaal meer. Ja, fijn voor hem natuurlijk dat hij zo'n lekkere vorm is. Maar voor de verdediging van de tegenstander is het echt een nachtmerrie. Hij is zo lastig te bespelen. En het maakt ook niet uit hoe je hem benadert. Je kunt er direct bovenop zitten. Je kunt hem wat vrijheid gunnen. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Hij weet die goal toch wel te vinden. Thomas Müller. Sterk gedaan. De aanval stopt daar. Maar de aanval is nog niet afgeslagen. Ze houden het hoofd koel achterin. Ja, dit is een doelman die het verschil maakt, hè. Kijk eens naar die redding. Echt schitterend. Petje af. Leon Goretzka. Choupo-Moting. En dan Musiala. Een inworp voor Bayern München. Oh, goede bal. Een paas naar de andere kant van het veld. Goed van de bal gezet. Fabian. Ruimte op de flank voor Hakimi. Neymar Junior. Messi. Openingsgoal van deze halve finale wedstrijd. En wat een belangrijke treffer. De nul is van het bord. Het stadion ontploft. Ja, figuurlijk dan. Anders moet je de hele tijd wachten. Een nieuw stadion wordt gebouwd. Er is er maar één die het zo goed kan. Hier, Messi met de paas waarmee hij de verdediging uiteen speelt. En dan is het aan Messi om het af te maken. Dat doet hij prachtig hoor, in de korte hoek. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Choupo-Moting. Mooi langs de tegenstander. En dan Davies. Voorgegeven richting tweede paal. Maar dan loopt het uit op niets. Hij schiet. Lekker geraakt die bal. Haha, niet op doel. Hoewel, het scheelt weinig. Neymar. En dit is Leo Messi. Van de bal gezet. Erik Choupo-Moting. Hier is Hakimi. En dat druk zetten heeft zin. Ja, dat zie je toch. Hij schiet op doel. Nou, niets om je zorgen over te maken. Zegt de keeper tenminste. Ik denk dat hij dat zegt. Ik denk dat. Eenvoudige redding achteraf. Neymar. Fabian Ruiz hier. Team bouwt op en bekijkt de mogelijkheden. De spelers van Paris Saint-Germain passen die bal zo geweldig beheerst rond. Oui, c'est un but, monsieur, pour Paris Saint-Germain. De Parijzenaren verdubbelen daarmee hun voorsprong tot 2.
Dit team is zo begaafd. Zo dominant aan de bal. Van de een naar de ander. En dan vervolgens altijd een loepzuivere paas. Ook in dit geval. Maar dan is het nog geen eenvoudig klusje hoor, voor Kylian Mbappé. Kijk, hij wordt onder druk gezet. Maar weet desalniettemin af te doen. En dan Davies. Goed afgepakt. Erik Choupo-Moting. Deze wordt geblokt. Via die tackle gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Niet voor het doel, maar kort. En meteen een nieuwe corner. Corner van Joshua Kimmich. Komt in de 16. Een mislukte paas. Ja, hoe kan hij anders zeggen? Zo in de voeten van de tegenstander. Musiala. João Cancelo. João Cancelo. Wat doet de keeper? Neymar. En nu Kylian Mbappé. Neymar. Messi moet scoren. Hup. De doelman doet niet mee aan het feestje. Nee, wat denk je? Hij had graag nog een doelpunt gemaakt, maar deze keer lukt het niet. Er zit iemand tussen. Lionel Messi. Bij Mukiele. Messi. Simpel bal voor Sommer. Musiala. Thomas Müller nu. Niet meer aan de bal na die tackle. Thomas Müller. Musiala nu. Bal naar Cancelo. De scheidsrechter bepaalt dat het rust is. Hopelijk krijgen we ook in deze tweede helft weer wat doelpunten te zien. PSG staat er goed voor. Cancelo. Mbappé. Dat is Goretzka. Leon Goretzka. Lekkere steekpaas. Hij denkt, ik probeer het gewoon van ver. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Fabian. Messi. Hieruit kan een counter voortkomen. En daarmee komt er een einde aan deze veelbelovende counter. Ja, een hele mooie volzin. Maar je staat met lege handen. Leon Goretzka. En dan balverlies. Ah, Messi gaat er mooi voorbij. Messi! De doelman blijft weer het antwoord schuldig. En zo maakt hij zijn tweede van de dag. Heerlijke treffer toch? Nou, dit is nou voetbal. Dit is hoe je het doet. Dit is zo knap uitgespeeld. Messi met de paas waarmee je de verdediging op het verkeerde been zet. En dan is het aan Messi om het af te maken. Dat doet hij prachtig hoor. In de korte hoek. PSG hoeft zich weinig zorgen meer te maken. We spelen verder. Messi. Fabian Ruiz. Ze willen dat hij schiet. Goed gepakt die bal door de keeper.
Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Müller levert de bal in bij de tegenstander. Müller kan hier een goal maken. Ja! Tor voor Bayern München. Naar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk van die speler die de bal kwijtraakt. Zo is er meteen afgestraft. En we hebben nu een stand van 3-1. Fabian Ruiz. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Mbappé. Mbappé krijgt een open kans. Schot raakt de paal. Terug in het veld. En ze hebben het alweer opgelost. Dat die kans er toch niet in ging, hè? Ja, de doelman was al geklopt en dan ziet hij tot zijn verbazing en tot zijn geluk dat de bal toch weer terugspringt in het veld. Hij keert dat schot. Bayern München gaat wisselen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Hakimi. Er ligt ruimte voor een counter. Fabian Ruiz, die bal mag erin. Raak, weer een doelpunt. 3 goals voorsprong nu. Dat kan bijna niet meer misgaan. Nee, hier was geen redder meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. Sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Joshua Kimmich. Coman met de bal. Heel goed afgepakt. Leo Messi. Goed. Blijkbaar heb ik het gevaar overschat. De doelman kan nu moeiteloos redding brengen. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Kingsley Coman. Hij geeft zijn opponent een nakijken. De doelman keert die inzet. Lionel Messi. Hij gaat er goed in met een sliding en verovert de bal. Thomas Müller. Dit zou iets op kunnen. Maar... hij pakt de bal op de helft van de tegenstander. Komt steeds meer naar voren. Onze belager hier afschudt. Het schot wordt geblokkeerd. Bayern München vindt ruimte langs de rand van het veld. Voorzet richting het doel. Bal bij de tegenpartij. Sadio Mané. Dit is een kans voor Mané. Ze kwamen heel dicht in de buurt van het doelpunt. En daarmee hadden ze die achterstand iets kunnen verzachten. Ja, het zat er even niet in. Er wordt een speler gewisseld. Heel ver weg, maar hij probeerde het toch maar. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Maar nee, dit moet hem worden.
Een medespeler helpt hem. Hij zorgt dat de gevaarlijke steekpas niet aankomt. Thomas Müller. Sadio Mané met de bal. Het is afgelopen. Winst is binnen. Dit is een mooi uitgangspunt voor Paris.